nog een liedje in zitten. Die zit ook los. Pluisje. Tand. Ja. Meloen. Oeh, lekker. Dat is lekker, hè? Nou, een foto van Daniel. Kan je het kijken, liefies? Sammy die is natuurlijk mee. Sammy is echt een wiebel. Wel, blijf je zo wiebel. Ja. Sammy gaat weer lekker hardlopen. Wil je ook, Loes? Daar, ja, je zoek ijsjes. Nou, nu wel even naar. Blijf mee. Wat rijden. Ben je aan het kijken, Lua? Kids tot 20 hele jaar. Dus de kids tot 20 van heel 2019. Oké. Heb je jezelf ook al toevallig voorbij zien komen? Nee, maar ik denk dat ik een beetje aan het einde zit. Denk je dat je überhaupt in de lijst staat? Ja, dat denk ik. Denk je dat wel? Nou, we zijn benieuwd. Eerst natuurlijk nog de nummer 2. Die is voor iemand die pas 7 is en al 2 eigen nummers heeft. Zijn nummer heeft 4 keer op de nummer 1 gestaan in 2019. 4 keer, ja. Nu een belling gaan met duimpje omhoog. Luan! Dat steeds. Wauw, je bent nummer 2 van het hele jaar. Nee, echt? Ja, echt. Cool jongen, Luan is gewoon nummer 2 van de Kids Top 20 van het hele jaar. Die hadden we niet aan zien komen jongen. Die past in mijn hand. Little Belling, ga maar noemen maar Luan. En zou er in 2020 nog een liedje in zitten? Ja, jongens, de derde. Waar zijn we mee bezig achter de schermen? We zijn achter de schermen voor een derde liedje. En Luan is al heel flink aan het oefenen, hè, jongen. Ja. Maar voor nu, eerst nog even een duimpje. Duimpje omhoog. Super cool, jongen. Gewoon nummer 2 van de Kids Top 20 van heel 2019. Super cool. En een hele goede morgen. Hoi. Welkom weer in deze nieuwe vlog. We hadden de vlog nog niet geopend vanochtend. Maar Lucilla is net wakker. En wat heeft Lucilla hier? Tandendoosje. Haar tandendoosje. Kijk, en daar zit haar tandje in en er staat haar naam op het tandendoosje. Hier zit een hele kleine tandje. Een hele kleine tandje. Kijk, dat is hem, ja. En als het tandje eruit is, dan mogen ze bij ons altijd het eerste tandje onder het kussen leggen. En dan komt 's nachts de tandenvee. Nee, dat bestaat niet, dat doen mama altijd. En dan de volgende ochtend ligt het tandje in een doosje. En met een naam erop. Waar is dan dat servetje waar mijn tand in zat in? Dat servetje waar je tand in zat, die heb ik in de prullenbak gegooid. Die hadden we hem in bewaard, want 2 dagen geleden is haar tante uitgegaan op vakantie. Ja, dus heeft mama de tand even bewaard. Ijsje. Met het ijsje eten, hè. Toen was het ijsje aan het eten. En toen, wittig. Toen had ze hem opeens in de hand. En weer een beetje wittig. Ja, en nou is het, dat is het gaatje. Ja, en weer een heel klein beetje wittig. Ja. En dan is het grote mensen dan. Dan komt er een grote mensen dan. Een hoepeltje. Een hoepeltje. Klein. Ja. En er zit alweer een wiebeltand los. En welke tand zit er nog meer los? Die daarnaast volgens mij, hè? Even tuurlijk met je hand. Eens even kijken. Die daarnaast, die zit ook los. Dus binnenkort weer de volgende. Heel klein los. Een heel klein beetje los, ja. Lucilla die is nog wel 4 jaar. Dus de eerste tand was uit met 4 jaar. Maar ze wordt bijna 5. Over, het is nu. Het is vandaag, hoe is het vandaag? 4 januari, 5 januari. En ze is 17 januari jarig. Dus is bijna 5 jaar. Maar opa is eerst jarig, maar daarna ben ik jarig. Ja, 1 dag voor jou is opa jarig. Kan ik me nog heel goed herinneren. Toen zat ik met een hele dikke plofbuik op opa's verjaardag. Toen kreeg ik heel veel de opmerking van iedereen. Oh, heb je te veel taart gegeten op de verjaardag van opa? Ja, maar jij. Maar dat was niet zo. Dat was jij die erin zat. En de volgende dag kwam jij uit de buik. Dus ik kan mama nog heel goed herinneren. Ik zat zo in de buik. Ja, dat past nou niet meer. Heel klein. Dus Lucilla is bijna jarig. Maar eerst nog eventjes lekker genieten thuis. We hebben dit weekend nog lekker vrij. We hebben dit weekend nog lekker vrij. We gaan nog leuke dingen doen. Ja, we gaan nog lekker naar je tandje kijken dit weekend. En dan maandag weer naar school. Luan heeft er 6 en ik heb er 1. Ja, Luan heeft er al 6 uit. Maar goed, die is natuurlijk ook 2,5 jaar ouder. Eerst even lekker ontbijtje. Oh, en trouwens, dat heb jij niet gehoord. Maar Luan en ik hebben vanochtend de Kids Top 20 gezien. En dat was niet de Kids Top 20 van 1 week. Maar dit was de Kids Top 20 van het hele jaar. Hele 2019 jaar. En weet je op welk nummer Luan stond met zijn liedje Duimpje Omhoog? Dat we allemaal weer op de tv waren. 2. Op nummer 2 stond hij. Van het hele jaar. Dat is een verrassing, hè? Ik dacht
Sinterklaas pak liedje. Sinterklaas, nee, Sinterklaas is weer geland thuis. Dus een ander Sinterklaas liedje is ook uit de lijst. Maar leuk, mijn mama, mijn mama Sinterklaas zit daar alle spiegeltjes in. Want het is heel handig dat Sinterklaas in Spanje woont. Want dan weten alle kinderen niet in Nederland wat ze hebben. Nee, nee, het is nu weer druk aan het inpakken voor volgend jaar. Ja, heel mooi de stoomboot. Ja, de stoomboot. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee! Woesel en Pip hebben ook wel lekker geslapen, denk ik, weer in hun eigen lekkere bench. Ik wil een heel klein beetje in mijn kant. Hé, mama. Gekke hond. Voor het eerst in het leven. Ik wil een heel klein puntje eerst. Voel je al een klein puntje? Heel klein puntje. Dat is de grote tand. Ja, daar komt de grote tand aan. Och, knuffeltje. Kijk, Pip dan. Mama, daar hebben we hier een hoofdje. Ja, Lucilla is nog helemaal onder de indruk van haar tand eruit. Och, schatjes. Gaan we eens kijken of we wel wat brood hebben in huis. We hadden natuurlijk bij... kijk, gelukkig. We hebben nog brood in de vriezer liggen. Dus we hebben gelukkig lekker nog een ontbijtje. Deze ochtend. Wat is er? Wat is er? Ze zijn aan het knuffelen hier. En wie komen daar? Wie komen daar binnen? Pluisje. Nee, Pluisje. Heb je lekker geslapen, Pluisje? Hey. Lekker geslapen. Poppetje, lekker geslapen. Hé, heb je de bordjes meegenomen? Wat heeft Lucilla daar? Oeh, dat is een tandendoosje. Goedemorgen. Goedemorgen, vader. Mooie Lucie, dat is het tandje van Lucilla. Het tandje is eruit. Gezondheid. De tandjes uit de mond. Waar zijn jouw tandjes, Luxie? Ja, waar zijn jouw tandjes dan? Ik zie, kijk, hier gaat het tandje. Zilla heeft een gaatje in de mond. Ja, tand. Tand, ja. Luxie, waar zijn jouw tandjes? Luxie's tandjes, die moeten nog groeien, hè? Ze heeft er al wel wat. Ze heeft al wel wat tandjes. Hier twee en hier. Goedemorgen, vader. Dat is lekker uitgeslapen. En denk eens naar Luxie. Papa, dat was mijn kusje. Mama. Kijk eens wat we hier ook nog hebben. Het is geen bal, dit is een meloen. Zal mama lekker meloentjes snijden? Huh? Ja? Hier een meloen. Huh? Een bal, ze wil bal zeggen. Kun je hierbij zitten? Eén, twee. Poppetee. Zitten. Ja, een bal, hè. Bal. Zo, gaan we even zo zitten. Mama even een plank pakken. Zo. Plankje. Ja, leg maar op de plank. Heel goed. Gaan we even snijden. Even een beetje. Ik kan dan niet jouw beentjes doen. Maar wel de meloen. Ja. Oké, okay, dan gaat hij, ja. 1, 2. Oh, nee, dus een harde. 1, 2. Zo. Oh. Ja. Mam. Wil je er een? Ja. Oeh, is dat lekker, Luxie? Is dat lekker? Oeh, lekker. En is er nog een meloenliefhebber? Ja, nog één. Kijk eens. Nog een lekker stukje meloen. Ik zie ook een lekker stukje meloen. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Zo, we hebben alweer een halve ochtend erop zitten. Boven de kinderen zijn aangekleed en welkom. Mezelf ook even aangekleed. En zoals jullie zien, er is hier iets... wat mist op de muur. Het is een hele kale muur voor degenen die weten wat hier altijd hing. Want hier hing onze trouwfoto van Daniel en mij met de kerk waar we zijn getrouwd in Zuid-Frankrijk. Maar toen wij gisteren thuis kwamen was die van de muur gevallen. Gelukkig was het glas van de lijst niet kapot, maar wel de, waar die op hing, zeg maar. Dus die heeft Daniel gisteren eventjes naar zijn ouders gebracht, waar opa en Daniel even samen de lijst weer hebben gemaakt. En die moest even weer drogen en die komt straks weer terug. Dus als jullie denken van, goh, wat is daar aan de hand, Vara?
Nou, dat kwam dus omdat de lijst van de muur was afgevallen. En ook nog onze kerstboom, die staat nog. Het is alweer het nieuwe jaar. Maar onze kerstboom die staat natuurlijk nog, want we zijn ook de afgelopen laatste week van de kerstvakantie op vakantie geweest. Dus deze gaan we nu, dit weekend, nog heel eventjes van genieten. Maar ik denk dat ik het na het weekend, dat ik hem dan aftuig als de kinderen op school zijn. Hallo, wat kom je doen? Wie komt hier kijken? Ondertussen zijn we weer kom hier. Mag ik jou meenemen naar boven? Ondertussen zijn we weer heel veel wasjes aan het draaien. De wasmachine draait alweer voor de derde keer of zo, hè Daan? Het zijn weer heel wat vakantiewasjes, wat we altijd zo van een toch wel flink weekje vakantie hebben met 5 personen. We hebben hier nog wat schone was liggen. Dat moet ik nog heel eventjes een beetje opruimen. En Lucilla zit hier lekker te chillen op haar kamer. Ze ligt hier heerlijk op haar, onder haar bed filmpjes te kijken. Wat ben je aan het kijken, liefie? Jamila. Nou, ze is slijmfilmpjes van Jamila aan het kijken. Ja, dan heb je allemaal plisjes en dan moet je voelen in de slijm dat die je hebt. En als je hem niet weg hebt, moet je vieze snoepjes op eten. Oh, echt waar, natuurlijk. Zie je het erbij liggen. Oké, ja, ik kom jou helpen, want Luan. Ja, Luan hier. Ja, ze was dan. Was dat niet zo vrij voor de volgende was? Ja, nou, dat gaat gewoon door hier. En Luan die is zijn kamer aan het, nou niet zijn kamer aan het opruimen, maar de kooi van Sammy aan het opruimen. Want Sammy die had, was er toe aan een schone kooi, nu van de vakantie, je jongen. Nou, kijk, dit heb kijk ik eens gedaan. Oh, heb je dat helemaal zelf gedaan? Ja. Ik vind hem netjes, jongen. Heel erg mooi gedaan. Nou, ja, maar Sammy die zit hier. Kijk, die heeft hij even hier neergezet. Hallo, Sammy. Ben je ook blij weer thuis te zijn? Ja. Kom er maar even uit, Sammy. Hé, hey, ben je ook blij weer thuis te zijn? Ja, liefie. Sammy die is natuurlijk mee geweest op vakantie. In ons vakantiehuisje. Wat overigens echt super goed ging in die kooi. Alleen het ratje van deze kooi. Die maakt best wel, die maakt best wel veel geluid als, ze erin, als Sammy erin zit. Dus vaak als ze 's avonds wilden slapen, dan haalden we even dat ratje eruit. Omdat Sammy anders de kinderen wakker hield. En eigenlijk het hele huis wakker hield. Want het was niet zo'n groot huis. En je hoorde het ratje echt door het hele huis. Moet je niet en, dan, en de volgende ochtend zetten we het ratje er weer in. En Sammy heeft ook in de bal gelopen. En over bed gelopen. En door de kamer gelopen. Dus Sammy heeft wat dat betreft wel genoeg... wel genoeg beweging gehad. Alleen het is wel fijn dat we nu weer thuis zijn. Want hij heeft hier toch een iets grotere kooi. En wat meer speeltjes en zo. Yeah. In zijn kooi. En zijn eigen plekje natuurlijk. Zijn holletjes kan hij hier weer op zijn eigen plekjes maken. Maar het was wel even toe en weer een verschoning. Yeah. Dus dat heeft Luan nu hartstikke goed gedaan. Mag je even ja, en dat is ook super schattig. Sammy gaat ook altijd in het zakje hebben, Luan. Kom. En dan gaat Luan verder. En dan, ik ga je nog even helpen, hè, want dit is nog een beetje een vies werkje. Ja. Hier liggen nog wat poepjes, maar deze heb je al heel erg goed schoongemaakt, jongen. Dat is heel goed voor jou dat je dat al helemaal hebt gedaan. Ja. Nou, dan gaan we dit nog even afmaken. Ja. En Luan heeft trouwens ook nog de kerstboom staan en de kerstlampjes. Ja. En die gaan we van de week wel weer een keer opruimen, hè. Want kerst is weer voorbij. Nou, het nieuw is ook voorbij. Kerstvakantie voorbij. Ja. Weer een nieuw jaar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe kansen. Kijk, over een ideaal huisdier gesproken. Sammy is echt een heel erg leuk huisdier. Hij zit nou gewoon lekker bij Luan in het zakje. Ja. Terwijl Luan zijn dingen aan het doen is, hè jongen? Ja. Super schattig. Nou, nog dit. Bovenverdieping en dan zijn we eindelijk klaar. Dan zijn we klaar. Sammy, dit is echt heel schattig. Je blijft zo wiebelen. Waarom blijf je zo wiebelen? Nou, dat vind ik leuk. Nou, de kooi is weer helemaal mooi schoon. Nou, Sam. Zet Sammy er weer in. Dat is weer een lekker knus huisje, Sammy. Oh, dank je. Ja. Kijk, daar heeft hij daar zijn bakje, zijn zandbakje. Dat is leuk, hè, Sammy. Gaat u even helemaal rondkijken. Hi, Sammy. Ja, ben je er blij mee? Ja. Dan is je huisje weer, Sammy. Ja. Gaat hij door de buis. Oh, gaat ook even overheen. Daar is een etensbakje. Alles weer even rondsnuffelen. Ja, is alles weer goed, Sammy? Ja. Ik zie. Ik wil een koekje geven. Doe maar. Ja, dat was een koekje. En dan doen we nog één. Nou, Sammy. Sammy heeft hier een schoon huisje. Dan doen we het huisje weer dicht. Doen we het dicht. Zo. Goed gedaan. Kijk, dan gaat hij rollen. Gaat hij rollen in zijn bakje. Oh. Nou. Leuk hoor. Sammy gaat weer lekker hardlopen in zijn kooi. Zie je dat? Ja.
Kijk eens hoe snel die gaat, hé. Zo, Sammy. Jij kan er wat van, hoor. Oh, dan klimt hij weer daarop. En dan gaat hij naar beneden. Door de buis. Kijk, en als het goed is, dan kunnen we hem daar weer zien. Ja, daar is hij weer. Kijk, oh. En dan zit hij hier. Dan is hij beneden even alles aan het verkennen. Twee wassen verder. De derde was, die kan ik niet eens ophangen. Dus die wacht ik mee totdat die alle twee doos zijn. We hebben net eventjes gelukkig een internetmonteur bij ons gehad. Want ons wifi-internet lag er gisteren uit aan u. Dus ik moest gisteravond een vlog uploaden bij opa en oma. En zoals jullie hadden gezien, was ons huwelijksportret van de muur gevallen. En die lijst moeten wij nu even met hoekijzertjes gaan versterken, zegt opa. En dan kunnen wij die weer hier aan de muur hangen. Ja? Gaan wij gezellig doen, terwijl de meisjes binnen lekker zijn. Gaan de jongens even op pad? Ja. Zat jij in de auto? Ja, ga ik doen. Even wachten. Zo. Nou vriend, gordel om. Yes. Oké, ga met die banaan. Tot straks mama en de meisjes. Wij moesten van opa. Ik ben gisteravond al bezig geweest om de vlog up te loaden bij opa en oma. Omdat de doos geen internet hadden natuurlijk. En dan heb ik ook papa mama's trouw schilderij meegenomen. Het ijzeren hoekijzers heb ik die met opa geschroefd. Maar dan moeten we er nog 4 ijzeren hoekijzers bij kopen van 1 centimeter breed. 1 centimeter breed ijzeren hoekijzers. Ja. En waar gaan we het halen? Bij de winkel van de... Mogen jullie raden waar het is? Nu was het nog nooit geweest, hè? Nee. Dat is hier heel druk volgens mij. Het is zaterdag. Dus iedereen denkt, we gaan naar de Haja, Nee, maar heet dat zo? Dat is toch die reclame? Nee. Oké. Laat ik je zien. Wij gaan gewoon naar binnen. Op zoek naar de hoekijzers. Ja. Nou, Luan die heeft echt het waar-waar-jippie-jippie gevoel, hè? Veel kranen, jongen. Zo. Vind je die mooi? Ja. Bling, bling. Hoe groot zijn deze? Goud. Ja, gouden dat kranen. Cool. Ik heb net even gevraagd. We moeten bij gangpad nummer 14 zijn. Kijk jij nou eens even waar die gangpad is. Kijk eens hierboven. Zie je borden hangen? Welk gangpad is dat? 14. Nou, loopt heen. Ja. Hey, weet je wat papa dan bedoelt? Deze. Ja, of deze zijn nog kleiner, maar doe maar even wat steviger. Ja, doe er daar maar 6 van. 6. Nou, 6 hoekijzertjes. Ja. Op naar opa en oma. Ja. Nou, Lu, hey, ga jij pinnen, jongen? Ja. Ja, oké, daar liggen de hoekijzertjes en Lu gaat even pinnen. Hebben ze die al gezien? Ja, ze hebben gezien. Oma! Hey, die hoekijzers, vriend, kijk. Die gaan we hier even bij opschroeven, zie je dat? Kijk. Deze was van de muur gevallen. Die heb ik gisteren al proberen te lijmen met opa. Maar de lijm is niet sterk genoeg, zei opa. Dus dan gaan we die hoekijzers hier ook opschroeven. Cool, hè? Dat gaat ons wel lukken, toch? Zo, een half uurtje later. Deze ijzers hebben we er nu dubbel opgezet. Gaan we nog even spannen met elastiek. Dat hij niet losschiet. Kijk, en hier hebben we er 2 op. En daar twee. Nou, als ons trouwlijst dan niet 60 jaar mee kan, weet ik het ook niet meer. Opa heeft ook nog extra linnen met oma aangemaakt. Want dan valt hij er niet meer onder weg. Nou, die kan weer aan de muur, hè? Zal ik hem in de auto tillen? Ja, dat is goed. Zeg je opa nou maar bedankt? Bedankt.
Oké. Nou, Luan legt dan even een puzzel. Hier, jongen. Leer jij puzzelen van opa en oma, jongen? Ja. Heel knap gedaan met opa en oma. Ja, kijk eens. Kijk. Nou, Luan, past dat schilderij achter ons? Ja. Gaat me net, hè? Zie je dat? Mama met de trouwjurk. Nou, wij gaan gauw naar mama toe. Schilderij weer aan de muur hangen en lekker avondeten. Poxie, jongen, hebben wij goed gefixt? Ja. Wij zeggen op naar mama en onze meisjes. Ja. Dat is je nummer, hè? Ja. Nou, op weg naar huis. Naar de meisjes. En lekker eten. Doei. Ja? Wat ging je weer doen? We gingen even het schilderij even laten boren. Net van die kantjes. Heel gevaarlijk was dat. Nou, dan help je papa weer even aan de muur te halen. Ja. Oeh, is die weer gemaakt? Ja. Ja? Lukt het nog? Het is natuurlijk ook wel, deze lijst hebben we echt al vanaf ons trouwen. Dus ik begon al mankementjes te krijgen, denk ik dan. Maar goed. Hij is weer helemaal verstevigd. Hij is wel verstevigd? Met 6 hoekijzers. Ja, dat moet wel goed zijn, hè, natuurlijk. Hè? 6 hoekijzers. Oh ja. Het was wel een beetje een kale wand daar, hè? Ja. Is die recht nu al zitten? Ja. Het portret van ons trouwen die hangt weer gelukkig aan de muur. En ik was al lekker begonnen met het eten te koken in een veel te klein pannetje. Kijk maar. Ik dacht, oh, die paar pennen uit het zakje, dat gaat wel. Maar goed, pennen worden natuurlijk groter als je kookt. Dus het pannetje is een beetje te vol. Maar goed, we gaan lekker pennen maken vanavond. En ik moest nog even wat, ik wilde nog even wat hapjes uit de koelkast opmaken. Zoals deze gehaktballetjes. En, wat is het? Ja, kom maar. En deze kippetjes. Die kunnen we even in de oven doen. Of gewoon even simpel in de magnetron. Pennen erbij. Wat heb je nog gemaakt? We gaan lekkere pennen eten. Vind je dat lekker? Ja? Wil je een beetje trekken naar het buikje? Ja. We hebben overigens vandaag niet heel erg veel gedaan. Alleen maar heel veel. Ja, we hebben wel heel veel gedaan, maar voor misschien voor in de vlog niet heel veel gedaan. We hebben heel veel opgeruimd. Heel veel wassen gedraaid. En de kinderen hebben heel erg veel gechilled op de bank. Een beetje Sammy verschoond. Gespeeld. Sammy verschoond. Ja, oké. Okay, sorry, ik neem mijn woorden terug. Mijn gevoel zegt, we hebben niet veel gedaan, maar we hebben eigenlijk wel heel veel gedaan. Het was in die winkel alleen. Ja, in de winkel? Bij de winkel geweest? Voor die hoeven, voor die ijzertjes. Oh, echt waar? Oh, nou, dat ga ik zo meteen al zien als ik ga editen. Ja, ben benieuwd. Nou, we gaan lekker aan tafel. Ja. Eet smakelijk. Succes. Lekker, liefie. Goed zo. Vond je weer een leuke vlog? Doe even, hè? Duimpje zo. Vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op een spelletje. We zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest.